Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met een enthousiaste jonge dame, Wardi Young Loisin, die onlangs haar eigen beauty salon heeft geopend. We praten vandaag met Wardi over het openen van haar beauty salon, hoe ze daartoe gekomen is en wat voor speciale behandelingen zij te bieden heeft. Kijk mee naar het gesprek met Wardi. Goedendag Wardi en welkom bij deze aflevering van Q-Time. Jij hebt een schoonheidssalon Luciara. Dat kunnen we ook een beetje herleiden aan de plek waar je zit. Want anders gaan mensen misschien denken dat je in je badkamer of in je toilet zit. Maar nee, je zit in je salon. Maak een kennis met de kijkers. Vertel een beetje meer over jezelf. Ik ben Wardi Wong Leising. Ik ben 26 jaartjes jong. En ik ben gewoon, ik ben ongeveer al een jaartje gestart met mijn salon, schoonheidsspecialisten. Oké. Okay. Ja, dus ik ben bezig met gezichten. Ja, je hebt een schoonheidsspecialistenopleiding gedaan? Ja, ik heb een schoonheidsspecialistenopleiding gedaan, ja. Oké. En waarom heb je ervoor gekozen om je eigen salon te openen in plaats van misschien te gaan werken ergens? Nou, ik ben al 8 jaar in het onderwijs. Ik ben momenteel praktijkdocent. Maar ik heb altijd veel gewerkt voor andere mensen. Bijvoorbeeld promowerkjes. Of ik heb ook zwemlessen verzorgd. Maar op een gegeven moment, als je veel voor mensen werkt. En je iemand bent die ondernemend denkt. Dan wil je toch wel je eigen business starten. Dus aan de hand daarvan ben ik gewoon een dagje opgestaan en heb ik besloten om een schoonheidsspecialistenopleiding te volgen. Maar ook de inspiratie is meer geweest omdat mijn eigen gezicht een heel goede behandeling nodig had. Ik had heel veel puisten. Het zag er heel erg uit. Men riep mezelf rasper. Dus zo erg zag het eruit. Ja. Dus aan de hand daarvan heb ik dan besloten om een schoonheidsspecialistenopleiding te volgen. En mijn eigen salon te starten, ja. En dat heb je dus nu een jaar geleden ongeveer gedaan? Ja, dus ik heb het 2 jaartjes gevolgd, mijn opleiding. Ja, En daarna heb ik mijn ruimte in te richten, mijn spullen te kopen. En dan ben ik daar officieel van start gegaan, ja. Okay. En je salon is in je huis? Ja, het is naast het huis, ja. Het is heel klein. Een 3x4-kamer woning heb ik daar gewoon ingericht. Ja, okay. Ja. Maar ja, 3x4, 1 persoon kan erin en jij. Dus het is meer eigenlijk niet nodig. Jawel, dus okay. Ja, zo. Doe je de schoonheidsspecialistenbehandelingen fulltime? Dat is je enige job, dat is wat je de hele tijd doet? Nee, ik werk van 8 tot 1 in het onderwijs. Ik geef op LBO. Dus het lesgeven gaat nog steeds door, ja. Ja, het lesgeven gaat nog steeds door. En meestal werk ik gewoon vanaf 3 uur in mijn salon tot ongeveer 7 uur, maar met die lockdown, ja. Ja, dus dat wilde ik je vragen. Hoe is het in corona met je gegaan in de afgelopen bijna jaren? Niet 10 maanden dat we nu al in de tijd zitten. Ja. Ja, dus net toen ik van start ging, kwam die hele corona erbij. Mm-hmm. En mag ik even hoor. Oké. Ja, dus net toen de hele corona van start ging, moesten we dan dicht, de salons moesten dan dicht, en toen weer open. Dus dan, toen we weer open mochten, ben ik dan weer gewoon vol van start gegaan, ja. Okay. Ja. En dus nu weer een pauze. Nu weer een pauze, ja. Ja, nu gewoon weer een pauze. Dus gewoon afwachtend, ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Eigenlijk wacht je af op allebei fronten, want ook onderwijs gaat niet door op dit moment. Ja, dat klopt. Onderwijs hebben we ook on hold nu. Dus ik ben gewoon thuis. Ja. En daarom zou je dochtertje hier en daar af en toe even op zie een kopje langskomen. Ze vinden het lang leuk dat je thuis bent. Ja, het is alleen thuis met mij. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Goed, jouw salon is eigenlijk niet zo lang, eigenlijk net nieuw gestart. Ben je happy met je keus die je gemaakt hebt om dit te gaan doen en voor jezelf te gaan werken verder?
Pardon, kunt u uw vraag herhalen? Ja, ik zei, ben je happy met je keus die je hebt gemaakt om zelf te gaan ondernemen? Ja, ik ben eigenlijk trots op mezelf dat ik deze stap heb ondernomen. Ja, uh-huh. Na jaren. Het was eigenlijk een zware stap, om het zo te zeggen. Want als je begint echt van de bottom uit en zelf moet klimmen, is het wel zwaarder dan wanneer je veel steun krijgt, om het zo te zeggen. Ja, maar laat je het wel meer waarderen. Dus ik ben wel echt trots erop. Ja, ja. Oké. Okay. Wat voor behandelingen doe jij allemaal? Is er ook iets waarin je misschien gespecialiseerd bent? Het is eigenlijk gewoon wat een schoonheidsspecialist doet. Je hebt verschillende behandelingen. Maar een van die bijzondere behandelingen dat ik ook doe, is de BB Glow. Waarbij foundation wordt aangebracht middels naaldjes. Je hebt de microneedling. Is een soort verstrakking voor de huid. Dus dat zijn die bijzondere behandelingen in de salon. Ja, dat zijn volgens mij wel bijzondere behandelingen. Maar volgens mij zijn dat geen reguliere behandelingen die je doet. Ja, dus dat ga je niet vaak. Dus BB Glow, dus wat doe je dan met BB Glow? Je krijgt dus... Dus mensen die heel veel die ervan houden om elke dag foundation te zetten. Ja. Dus dan hoef je dat niet meer te doen. Dus dan blijft het ongeveer 6 weken tot 7 weken op je gezicht zelf. Ja. Want het wordt met hele fijne naaldjes aangebracht op de huid zelf. Dus met een naald. Doet dat niet pijn? Nee. Het is gewoon als stekeltjes, prikkeltjes op je gezicht. Ja. Maar het doet niet helemaal niet pijn. Oké, dus dat is eigenlijk een soort van semi-permanente foundation. Dat klopt, ja. Ja, en wat is het andere? Want je sprak ook nog over een andere behandeling. Ja, microneedling. Waarbij je dan serums insluist in de huid. Oké. Okay. Ja. Microneedling, dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Het is een beetje hetzelfde principe. Ja, toch? Want het heeft ook met naam. Ja, ongeveer, ja. Ja, 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 het heeft ook met naam te maken. Ja. En dan, daar werken we met de dermapen. Oké, okay. En dan krijg je dus, wat krijg je dan in je huid? Dus een serum ingesluist, bijvoorbeeld als je collagenen nodig hebt voor de voor fijne lijntjes, dan sluizen we dat in op het gezicht. In plaats van botox en dat soort dingetjes. Ja, in plaats daarvan, dat klopt, ja. Ja, ik ben niet zo'n specialist in huidverzorging, zoals je merkt. Maar nee, maar u huid ziet er prima uit. Nee, is niet waar, maar is niet zo erg. Waarschijnlijk heb ik ook een beetje, ja, toch? Hulp nodig, maar goed, ja. Maar dit met leeftijd te maken, misschien ook wel een beetje charme, dus dat ook. Ja, nee, maar het zit er Ja, oké, okay, dus dat zijn de speciale behandelingen die jij doet. Hoe lang duurt zo'n behandeling ongeveer? Zo'n behandeling ongeveer 1,5 uur. Ja. 1,5 tot 2 uurtjes, ja. En die tweede behandeling, hoe heet dat? Dus die andere is BB Glow, die heb ik onthouden. Wat hoor je die tweede? Ja, microneedling. Microneedling. Hoe lang, na hoeveel tijd moet je zo'n behandeling opnieuw doen? Je mag hem om de 2 weken doen. Je mag hem om de 1 week doen. Het hangt eigenlijk van huid tot huid af. Want bepaalde huiden zijn heel dun. Ja. En dan heeft het dan een langer proces nodig om te genezen. Mm-hmm. En dan heb je ook die dikke huiden die gewoon er tegen kunnen. En dan na een week kunnen die mensen daar gewoon weer komen, ja. Oké, okay. Dus eigenlijk is het een soort van bepaalde voeding voor je huid. Zeg ik het goed? Is het een bepaalde, is het een bepaalde voeding voor je huid, waardoor je huid er dan toch wel wat gezonder en strakker uitziet? Ja, zo. Iets anders. Om het makkelijk te zeggen, ja. Serum dat wordt ingesluist. Ja. En dan dat geneest die acne dan vanuit de binnenhuid gewoon, ja. Oké, dus het heeft, die microneedling moet je eigenlijk doen wanneer je last hebt van acne. Ja, acne en als je verstrakking wil voor de huid.
Ja, oké. Very nice. Hey, waar kunnen de mensen terecht voor al deze nieuwe behandelingen? Ik hoor hier voor het eerst van, nou, dus ik ben een beetje, een beetje enthousiast. Ja, waar kunnen mensen terecht om jou te bereiken, om afspraken te maken hiervoor? En even nog een vraag voordat je dat antwoordt. Is het de bedoeling dat je eenmaal begint met die behandelingen, dat je toch wel, zeg maar, een beetje moet doordoen, dat je dus altijd wel het in stand moet houden? Ik heb u, sorry, de internet viel weg. Kunt u het even vragen? Nee, ik zei, als je eenmaal, is het ook zo dat als je eenmaal begint met deze behandelingen, dat het ook behandelingen zijn die je moet doen? Dus het hangt van persoon, dus eigenlijk hangt het van jouw budget af. Je mag jezelf dan zo blijven verwennen, met een microneedling, met een BabyGlow behandeling. Ja. Maar als je zegt van nee, ik doe het na 2 maanden liever niet meer, dan stop je gewoon. Maar je hoeft het niet te onderhouden, dat je gezicht dan op een gegeven moment na de wanneer je stopt vernietigd wordt. Mm-hmm. Dus er gebeurt gewoon helemaal niets met je gezicht. Okay, dus als je eigenlijk gewoon tijdelijke oppeppers om je huid te verzorgen en er beter uit te zien. Ja, tijdelijk, ja. Maar bepaalde mensen komen na 2 maanden weer om zichzelf dan weer een hele frisser te geven. Ja, duidelijk. Oké, goed. Ik zou zeggen, vertel maar waar we je kunnen vinden. Ja, ze mogen bellen op het nummer 89-66-224. Ja. Of ze mogen me ook WhatsAppen. Mm-hmm. En volgens afspraak werk ik. Ja, oké. Okay. Is er misschien een social media site? Ja, aan de radio. Ja. Heb je een Facebook page? Nee, of heb nog je... niet. Nee, nog niet. Oh, nog niet. Hebben. Nee. Ja, klopt. Maar ik moet nog aan al deze dingen werken. Je bent startend, dus je hebt nog genoeg tijd om dat allemaal genoeg te doen. Ja. Ja, okay. Ja. Maar kom nog. Goed, Wardi, hartelijk bedankt voor het gesprek. Heel erg veel succes met je salon. En hopelijk heeft onze babbel van deze 2 nieuwe technieken een aantal mensen aangespoord om het ook te gaan uitproberen, zodat ze zichzelf kunnen verwennen in deze moeilijke coronatijd. Ze gaan zeggen, ja, waar moet ik er beter uitzien, want ik ga toch nergens. Weet je wat? Voor jezelf, dat is belangrijk. Ja, ze zijn allemaal welkom. Ja, oké, goed. Hartelijk bedankt. Stay safe. En veel succes. Ja, dankjewel. U ook. Oké, is goed. Fijne dag voor u. Hetzelfde. What we need is a little Q-time. Tot zover dus het gesprek met Wardi Yongloy Singh, schoonheidsspecialiste. Zij vertelde alles over haar BabyGlow-behandeling en ook over de microneedle-behandeling en wat u daarvan mag verwachten. Heeft u het nog nooit geprobeerd of net zoals ik nog nooit ervan gehoord? Misschien tijd om uzelf te verwennen en het uit te proberen. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer. Goeiedag.